ADO Vrouwen begon zoals altijd goed gemotiveerd aan de wedstrijd. Dit keer tegen Alkmaar. Ondanks alle goede bedoelingen was het Alkmaar dat de score opende. Inzet hebben de ADO Vrouwen altijd genoeg. Met als voorbeeld dit keer Nadine Noordam, die overal te zien was en met haar talloze corners genoeg mogelijkheden creëerde, maar zonder doelpunt als resultaat. Ook toomloze inzet van Liz Rijsbergen, die dat uiteindelijk in de 90ste minuut met een blessure moest bekopen en uitviel. Ron Blankenstein vroeg aan aanvoerster Gwyneth Hendricks of de uitslag van 2-2 een teleurstelling is. Dat kan je wel zeggen, ja. Ik denk dat het een hele belangrijke pot was voor ons om in ieder geval voor de concurrenten onder ons uit te lopen. En dat hebben we ons nagelaten en dat kunnen we onszelf aankijken, denk ik. Even terug naar die eerste helft. Ik vond dat jullie heel matig, gewoon ja, niet vies. Ja, we begonnen zeker niet scherp, zeg maar. En we lieten Alkmaar lekker in het spel komen. En dan weet je gewoon dat je een zware wedstrijd tegemoet gaat. Zij gaan de duels vol in. Ja, dan maak je nog de 1-1 gelukkig voor rust. Tweede helft, ik denk dat we heel lang de controle wel gewoon hebben. Maar ja, dan weer geen druk en eigenlijk bijna retro van het eerste doelpunt. En weer de 2-2 en daarna is het zo onrustig dat het er bijna niet meer in zat. Wees je dan toch aan het feit dat je een paar weken geleden bij Twente een hele goede prestatie neerzet. Mm. Daarna moest je noodgedwongen in de wachten, zeg maar. Jullie zaten in een bepaalde flow. Ja. Dat heeft niet bepaald geholpen, denk ik. Nee, tuurlijk denk ik dat we lekker die flow door hadden willen zitten. Maar ik denk niet dat we de schuld mogen geven. Ik denk juist dat we gebrand waren om weer mogen spelen. Na eerst een domper te horen dat we niet doorgaan en dan toch weer wel. Dus ik denk niet dat het daaraan gelegen heeft. Ik denk gewoon puur niet scherp begonnen en ook maar een spel laten spelen. Hoe moeilijk is het in die tussenliggende weken geweest? Want je moet toch weer aangepast gaan trainen en dergelijke. Ja. Nogmaals, wat ik net al zei, de flow is dan niet meer aanwezig. Ja, het begin was even schakelen. Toen moesten we in kleine groepjes trainen. Daarna op zich best snel weer met de groep. Toch weer iets anders. Ja, je hebt 2 weken dan geen wedstrijd. Maar ja, interlandperiode dan al anders ook geweest. Ja, nou ja, weet je, we hebben ons gewoon goed voor kunnen bereiden. Dus ik denk niet dat we dat de schuld kunnen geven. Ik denk dat we nu gewoon onszelf aan mogen kijken en kopjes erbij en weer tegen PSV. Jij bent dan degene die die stras op erin schiet. Als je op dat moment zoiets van, die trekken we over de streep? Dat had ik wel heel lang het gevoel inderdaad. En had ook gemoeten, vind ik. Maar ja, we geven dan toch nog weg, wat gewoon niet mag. En wat ik zeg, we mogen ook zelf vaker werken. Hoe teleurzaam is dit dan als je het in de verhouding zet tot die mooie winst uit in Enschede? Dan is het echt extra zuur. Ik denk dat je je daar mooi op de kaart hebt gezet en nu val je eigenlijk weer terug. Maar ik denk dat het wel weer even een les is voor ons en we zijn een jonge groep. Misschien houdt het ons weer extra scherp en tegen PSV mag dat gewoon niet. Het liep dus niet zoals het zou moeten. Zodoende eindigde de wedstrijd in 2-2. Sjaak, jouw verhaal van de wedstrijd van vanavond. We begonnen gewoon niet scherp. Daar begint het mee. En de afspraken die we hebben gemaakt. Ja, weet je. We hebben gewoon een puikenprestatie geleverd. Je had hem ook nog op het laatst kunnen verliezen. Maar als je tegen 2 bussen die geparkeerd staat. En ze schieten gewoon 2 ballen op goal. En het is ook gewoon een doelpunt. Ja, dan doet dat zeer. Maar aan de andere kant hebben we het vanavond niet goed gedaan. Ja, en dat kan gebeuren. Je zegt net van 2 bussen geparkeerd. Was dat ook niet iets wat je sowieso kon verwachten? Ja, natuurlijk wel. Dat hadden we ook verwacht. Vandaar dat we ook gewoon zo getraind hadden. En uiteindelijk ook de bal via de zijkanten hadden willen hebben. Maar eerst eraf gaven we iets te snel de voorzet, waardoor die centraal kwam. Nou, uiteindelijk, laten we het er kort overhouden. We hebben het vandaag gewoon niet goed gedaan. Met name die 0-1, dan zie ik een speelster van Alkmaar aan de bal. Er wordt totaal geen druk gezet op dat moment. Achteruit lopen. Dat zijn zaken waarvan ik zeg van, ja, dat moeten ze toch weten. Nee, ja, wij zaten ook op de bank van, wat is er aan de hand? Hier. Ja, goed, maar weet je, mijn meiden, die neem ik niks kwalijk. Echt niet. Ze doen hun best. Ja, en dit soort wedstrijden heb je ertussen zitten. Dit is een ploeg die wil totaal niet voetballen. Ja, die hebben zo'n, wat ik al eerder heb gezegd, die bussen geparkeerd. Schiet die bal naar voren en maar hopen dat die valt. Ja, die tweede goal die ze maken, ja, die kwam ook helemaal uit het niets. Die eerste, ja, daar letten we niet op. Die 22, die loopt gewoon heel vrij door en die kan gewoon op de gemakkie schieten. Normaliter, gaat zo'n bal altijd voorlangs.
Nou, deze die zien we eigenlijk gewoon naar binnen en zo naar buiten draaien. En die valt net voorbij binnenkant paal. Die raakte hij nog net niet, maar binnen. Ja, toen hadden wij ook zoiets van hoe is dit nou in godsnaam mogelijk? Ik had het net ook met je aanvoerder erover, over het feit dat je natuurlijk een puikenprestatie neerzet in Enschede een paar weken geleden. Dan moet je noodgedwongen in de ruststand, zeg maar. Hoe vervelend is dat voor jullie als technische staf? Nou, het is niet vervelend. We hebben gewoon een hele jonge, leerzame ploeg. En dat we bij Twente uit een prestatie zijn geleverd, dat is duidelijk. Maar dat hebben we ook tegen Heerenveen gedaan. Dus uiteindelijk hebben we gewoon een hele goede periode gehad. Ja, en dan krijg je inderdaad te horen dat je niet mag voetballen. Ja, en dat hakt er wel even in. Want je moet er toch even weer bovenop gaan zien te komen. Nou, uiteindelijk kregen we weer groen licht. Nou ja, de testen weer gehad. Uiteindelijk gewoon weer doorgegaan waar we mee bezig waren. Ja, en naar mijn inziens was de groep daar klaar voor. Nou ja, en dan gaat het even niet zoals we willen. Ja, dit is een leerzaam avondje voor die meiden, maar voor ons ook. En wij moeten wel de ballen gaan schieten, want we hebben kansen zat gehad. Alleen, ja, via blok komt hij daar weer niet in. Of net een hensbal, wat uiteindelijk weer niet voor gefloten werd. Nou, uiteindelijk, we kunnen allerlei excuses gaan verzinnen. Die daar ook wel waren, maar ik hou er niet zo van. Dus we hebben het gewoon zelf niet goed gedaan. Is het dan afgezien van het resultaat toch de winst dat bijvoorbeeld een Maartje Looijen weer minuten maakt? Nou, Maartje viel niet goed in. We hadden een hele andere Maartje op de training. Er zaten wel wat meiden bij. Ja, die hadden hun niveau niet. Maar die bleven wel strijden. En dat vind ik mooi. Dat vind ik gewoon mooi. En dat is een groot compliment voor onze groep. Ze willen altijd alles geven. Ja, je kan een keer een mindere wedstrijd spelen. Dat is helemaal niet erg. Dus dat hoort ook bij een hele jonge ploeg zijn. Het niveau van deze ploeg, waar ligt die volgens jou? Ja, wij kunnen echt fantastisch voetbal spelen. En we hebben moeite met dit soort ploegen. Die gewoon met z'n achten daar voor die 16 hangen. En hopen dat ze de twee daarin of één nog voorin bereiken. En van daaruit een schot kunnen lossen. En hopen dat hij binnenvalt. Ja, als ik VV Alkmaar zou zijn, dan zou ik vandaag allemaal naar het casino gaan. Die hebben zoveel geluk gehad. Maar goed, petje af. Ze hebben ons daarin bespeeld. Ja, wij hebben twee momenten weggegeven. En die hebben ze benut. Ja, dat is pijnlijk. Tot slot, Lies Rijsbergen viel geblesseerd uit. Heb je al enig idee wat de status daarvan is? Ik heb de dokter net gesproken. Die zei ja, het valt wel mee. Dus het is even uithuilen. Ja, en het zal pijn doen. Maar goed, topsport is pijn lijden. Dus dat komt wel goed. Komende zondag naar Eindhoven. Ja. Zondag over een week, beter gezegd. Gaan jullie ons weer verrassen à la Enschede? Nou, wij proberen iedereen te verrassen. Ja, wij hebben gewoon een hele leuke ploeg. En dat het vandaag niet lukt, dat wil niet zeggen dat het volgende week niet lukt. Dus ook daar gaan we heen om de volle winst te pakken. Wij gaan niet achterover leunen. Zo'n ploeg hebben wij niet. En wij leiden op. Dus wij willen ook druk geven. Wij willen goed voetbal spelen. Ja, en daar komt ook een klein beetje druk bij kijken. Ja, en als je dan blijft winnen, ja, dan wordt de druk alleen maar groter. Dus ja, daar moet je mee om kunnen gaan. Dat zijn leermomenten. Maar desalniettemin, ik geef mijn ploeg echt een groot compliment. De manier waarop ze de tweede helft hebben gespeeld. Vol voor de winst aan blijven gaan. Ja, en dat je dan uiteindelijk de deksel op je neus krijgt. Ja, dat is dood en doodzonde.